mensen van mijn kanaal, wat fijn dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Harm en abonneer op mijn kanaal, want ik heb bijna 15 abonnees. Nee, dat klopt niet. Nee, ik heb nog lang geen 15 abonnees. Ja, ik begin deze video weer in de auto en nu heb ik nog meer haast dan de vorige keer. De vorige keer ging ik immers naar Legends of Gaming toe, ook met een broodje kaas, nu weer. Waar hebben we ons een soort van verslapen, jongen? Wij hebben namelijk 10 uur een afspraak staan en het is nu inmiddels 9:30 al geweest. En we moeten ongeveer nog 40 minuten rijden. We zijn een beetje aan de late kant. Ik heb het gisteren namelijk heel erg laat gemaakt. Ik ging 5 uur pas op bed. Ik heb gisteren daadwerkelijk zo fucking veel video's geëdit en zoveel opgenomen. Je wilt het niet weten, joh. En ik ben dus echt tot 5 uur doorgegaan. Dat is echt niet normaal meer. Maar ja, nu heb ik me een soort van verslapen. Nu moet ik heel snel. Ik ga jullie zo meteen even laten zien wat we vandaag gaan doen. Dat is best wel interessant. Laten we erheen gaan, jongens. Let's go. Oké, jongens, we zijn inmiddels gearriveerd. We zijn niet eens te laat trouwens. We zijn namelijk als eerste hier. Moet je kijken, we hebben een lekker bakje koffie, hoor. Heerlijk. Ik heb gewoon rode ogen, joh. Zo dood ga ik gewoon. Check dit trouwens, hé. Dit zijn lol's die ik vroeger echt altijd kreeg. Waarschijnlijk moeten jullie helemaal niks herkennen door deze dingen niet. Oké, laten we gewoon doorgaan, jongens. Ik ga wel de koffie drinken. Doei. We hebben hier om 10 uur 's ochtends afgesproken. Wij waren dus al een kwartier te laat. Maar weet je wie ook te laat is? Link is te laat. Milan is te laat. Ik weet niet wie nog meer zou komen, maar zij zijn beide te laat. Ik denk dat ze beide nog slapen. Maar wij moeten gewoon beginnen, jongens. De grind, je weet het, je weet het. Ik ga jullie even uitleggen wat we vandaag gaan doen. Het is heel erg vet. We gaan vandaag ons eigen zwaard smeden. Gewoon echt smeden met een hamer en verhitting en 1400 graden Celsius en... Het is allemaal super vet. We gaan het doen. En hier is de smederij. We zijn trouwens bij de smederij in Alkmaar. Voor de mensen die het graag willen weten. Dit is de smederij. Lekker warm. Heerlijk. Dit is toch niet normaal meer, hé. Wat een geluid komt er af, hé. Oh shit. Oh shit. Wat gebeurt er allemaal? Kijk wat ik gedaan heb, jongens. Wauw, de laatste ledstrip. Ik heb hem mooi hier even geplaatst. Ik heb er ook even mee opgenomen, maar je ziet er helemaal niks van. Het komt niet echt een gloed op de muur of zo. En al helemaal als je twee van die felle studiolampen op je bakkers hebt. Dus dan zie je er echt helemaal niks van. Het matras is er ook nog steeds. Allemaal troep hier. Binnenkort wil ik dat allemaal een keertje gaan opruimen. En dan ga ik één vette studio voor mezelf bouwen. Ik heb trouwens net een gast ontvangen. En daar ga ik nu even heen. Ik ben hier met niemand minder dan Gekke Markie. Ja. Ja, hoe lang ben jij, kerel? Dit is niet normaal. Ja, dat hoor ik altijd. Ja, nu sta ik op mijn tenen, man. Ik deed de deur open en ik keek recht voor me en ik zag gewoon bijna een pik voor me. Maar oké, ik heb één vraag die ik aan elke gast die vraag. Heb je zin in een pilsie? Heb je zin in een pilsie? Het is nog middag, gek. Hij wil die middag al kijken. Het is nooit te laat voor een pilsje, hè? Ja, geef je. Ik heb hier pils. Een cold one. Oh, wacht. Ik heb een leuke challenge voor je. Gast, wat doe je in je vrije tijd, maat? Ja, je moet echt op de dop hakken en dan lukt het wel. Lekker missen. Lekker bezig, pik. Ja, maar ik wil alleen het topje, weet je wel? Ja, ja. Zo, joh! Kerel! Wat heb je gedaan? Kijk. Yo! Yo! What the fuck? Ik dacht dat ik gek was, maar moet je dit kijken? Dat kan helemaal niet met een mes, toch? Jawel. Het is twee keer fout gegaan, moet je kijken. Ik heb hier een bierkast. Het is twee keer is het een beetje fout gegaan, maar deze verdient een ereplek, weet ik maar. Deze verdient echt een ereplek. Is jou wel meerdere keren gelukt? Ja, het is best vaak gelukt. Echt overal glas, hè. Wij gaan vandaag wel leuke filmpjes opnemen, trouwens. Ik ga eerst een video opnemen en daarna gaat Mark eentje opnemen. Heb je er nog wel zin in, na dit? Ja, ik raak helemaal naar bier, dus ik pak nog een pilsje, hè. Wil je nog een
pilsie? Deze drink ik toch echt zelf op. Oh, je hebt nu echt dorst, hè? Heerlijk, nou. Doe maar atje trekken, let's go. Je kan je gewoon niet meer doodmappen, man. Ja, hij kwam hier aan. Ja, hij zag natuurlijk gelijk die penis liggen. Hij pakte, wat is dit? En jij begon er zo aan te draaien, zo van je dacht dat het een peper of zoutstel was. Ja. Ja, we gaan zo meteen naar de winkel en daarvoor heb ik dit mandje even meegenomen. Ja, dat mag eigenlijk niet, maar ik kwam erachter dat Mark ook een mandje thuis heeft. Ja, ik heb ook zo'n mandje, ja. Maar niet van de Albert Heijn, maar van de Jumbo. Die zijn een stukje hoger, die gebruik ik als wasmand. Ja, het kan allemaal. Elke YouTuber is gewoon gek. Maar in ieder geval, deze nemen we even mee. Die gaan we gebruiken, want we moeten heel veel shit meenemen. Ik heb nog helemaal niet verteld wat we gaan doen. We willen een gigantische bak kopen. En die willen we helemaal gaan vullen met Skittles. We willen gewoon een soort van pakje Skittles, maar dan echt in het huge maken. Oké, we zijn inmiddels weg geweest en we zijn nu alweer thuis. Moeten jullie kijken wat we allemaal gehaald hebben. Ja, dit is allemaal voor de video waarin we dus die Skittles gaan bouwen. Super chill, we hebben bakken vol. We gaan het even in de cassette. Let's do this, yeah. We zijn lekker bezig voor de video dus. En zoals jullie zien, het begint er al een beetje op te lijken. Skittles maken we. En Marcus is nu een regenboog aan het maken. Lekker bezig, pik. Ik denk dat we zo wat biertjes erbij gaan halen, want het duurt wel echt super lang. In ieder geval, ik ga niet meer van deze beelden laten zien. Jullie moeten de video maar even binnenkort op mijn kanaal checken. Hij gaat echt leuk worden. Gaat super chill zijn. Yo mensen, welkom bij Koken met Harm. Mijn naam is Harm natuurlijk. En we hebben een gast en die hebben we al een beetje laten verhongeren. Hier, het is al 7:40, man. Sorry. Maat, ik word hier helemaal niet goed verzorgd. Hey, sorry. Helemaal geen... Nee. Ik ga het oplossen, ja. Bam op het vuur. Jullie hebben heel veel gezeurd van Harm. Volgens mij gaat het eten helemaal goed. Vandaag heb ik een gast en vannacht moet Jeroen ook eten hebben. Want Jeroen, ja, je hebt al 2 weken niet meer gegeten. Dus jij moet, ik zie je al een beetje trillen met die camera. Dus ik geef je ook eten. En we hebben dus Mark. En Mark die heeft wel hoge verwachtingen, gok ik. Dus wat gaan we doen? Eerst de pils. Deze man, hij weet. Ik word hier alleen maar dronken gevoerd door deze man. Ik ga het ook meteen niet goed doen. Oh maat, dat ging de vorige keer fout. Oh, jij doet het zo. Ja, maar kijk, de vorige keer ook en dan raak je hem onder en dan pop je het hele bovenste stuk eraf. Dat heb je gezien in die kast. Dus je moet iets meer zo. Let's go! Proost. Glas? Doe maar een glasje, doe maar een glas. Oh, jij gaat het lekker vinden, pik. Gaan we dan. Oh. Hij is koud, jongen. De condens komt er vanaf. Overhele koud pilsie. Nou ziet het er gewoon echt nietig uit, gewoon, weet je wel. In pilsje. Hij is er wel helemaal leeg, hè? Hij is helemaal leeg. Ja, dat is de BTW. Dat laat ik er altijd in zitten. De BTW. De BTW. Wat deed je? Heb je hem op? Ja, hij zit hier ergens in, als het goed is. Heb je er nog één? Ja, ik heb volgens mij nog wel wat liggen, hoor. Ik pak de snijplank er natuurlijk even bij. Zijn eigen kookprogramma, entertainmentprogramma. Ja. Hij heeft alles in één. We hebben hier lekkere kruiden. Ga ik er even overheen gooien. Zo. Volgens mij moest ik het eerst snijden, of niet? Boei, maakt niet uit. Oké, we snijden er een paar voor de bami en een paar voor los. Hoppakee, ja jongens, ik heb het geleerd. Ik heb geleerd van kijkers, ik heb geleerd van iedereen om me heen. Ik doe al mijn allerbeste vandaag. Olie in de pan, heel belangrijk. Ja, die staat eraan en we mieteren alles erin. Alles zit erin. We gooien er nog een beetje kruiden bij. I got this. Zo, dan gaan we even lekker doorroeren door de pan. Ik gooi er een beetje water bij, want water is altijd wel belangrijk. Water in de pan, zo, is heel belangrijk. Moet vochtig blijven. Stay hydrated. We scheppen hier wat pindasaus uit. Dit moet je aanmengen met water. Kokend water, Harm. Kokend water, tuurlijk. Ik ben het vergeten. Ah! Ik kan het er nog op tijd uitgooien. Tuurlijk, er gaan nog wat kleine dingetjes fout. Ik moet even water koken. De waterkoker staat aan. Ondertussen gaat de kip. Die gaat volgens mij best wel lekker. Oeh, het ruikt wel lekker, hoor. Helemaal top. Oké, dan gaan we dan kokend water gooien we even in. Yes, niet zoveel. Een beetje. Zo, perfect. Dit gaan we even goed mengen, jongens. Let's go. Nou, dit is de pindasaus. Een beetje waterig, maar dat maakt me super veel uit. Oké, het gaat goed met de kip. Het gaat perfect zelfs met de kip. Dus de bami kan er eigenlijk al bij. Maar natuurlijk. Jeroen moet natuurlijk ook eten, ja. Dus weet je wat, ik heb zo'n vieze magnetronmaaltijd voor Jeroen. Zo, dit scheppen we er allemaal even in. Top. Dit komt er mooi naast. Yes, toppie. En hier ga ik de bami ook gewoon bij gooien. Let's go, hoppakee. Nice. Zo, dit gaan we even mooi in de pan doen. Ik moet even lekker opwarmen dit. Duurt niet super lang, zo gefixt, zo gepiept. Eigenlijk moet dit in de magnetron dan voor Jeroen, maar boeien. Ik heb hier 3 heerlijke koude pilsjes. Die zet wie vast even neer. Heerlijk. Oh, en nu het eten. Kijk, de heerlijke bami. Jongens, daar gaan we hoor. Eet smakelijk. Hey Mark, wat vond je van het eten? Ja, super lekker man. Oh, ik heb toch zo genoten van het eten. Heb je er iets mee gedaan? Horen jullie het? Mijn kijkers zeggen altijd dat ik niet kan koken, maar jullie horen het. Hij vindt het lekker. Luister, ik vond het kapot lekker. Echt waar.
Vooral de boontjes op het laatste met nog wat kip. Die had je nog extra gemaakt. Had ik nog extra gemaakt, heb ik niet gevlogd inderdaad. Maar jongens, ik kan wel koken, ik zei het toch. Als er echt druk om is, dan lukt het wel. Dan lukt het wel. We hebben net in ieder geval even van Mark ook opgenomen. En dit was de vlog weer van vandaag. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Abonneer op mijn kanaal als je dat niet gedaan hebt. Blijf niet vergeten, leuke reacties. Zet ook even Mark's kanaal in de beschrijving. En dan zeg ik jullie de volgende keer later.